Hallo, in deze video wil ik het hebben over de dader-slachtofferdynamiek. Een thema dat binnen de IOPT, zeker in de theorie daarvan, ook aan bod komt. En dader-slachtofferdynamiek is in de zorgsector heel gekend als het drama-driehoek. En bij het drama-driehoek hebben we het eigenlijk over drie verschillende rollen: rol van het slachtoffer, rol van de dader en rol van de redder. Dat zijn de drie waarin dat je eigenlijk verzeild kan geraken en waardoor men spreekt van een drama-driehoek waarbij dat je in daders-slachtofferschap terechtkomt. Dat zijn dynamieken die heel vaak, heel onbewust, de kop opsteken en de samenleving loopt daar vol van. Maar dat houdt conflicten, oorlogen, vernieling, criminaliteit, dat houdt alles in stand. Wat er belangrijk is, is om inzicht te krijgen in hoe werkt zo'n dynamiek, vooral ook hoe kan je dat bij jezelf herkennen en hoe stap je daaruit? Hoe bevrijd je jezelf uit het drama in de wereld? Daar gaan we het vandaag over hebben. En in deze video ga ik het vooral hebben over dader-slachtoffer, want over het reddersyndroom ga ik een aparte video maken. Ja? Dader-slachtoffer. Waar hebben we het dan over? We hebben het eigenlijk over de manier waarop dat je op situaties, gebeurtenissen in de buitenwereld reageert. Als jou iets overkomt, er is een bepaalde situatie, dan heb je een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde actie en daarop ga je meestal vanzelf spontaan reageren. Maar je doet eigenlijk een reactie vanuit wat er jou overkomt en je pakt dat vaak heel persoonlijk op. Heel concreet. Bijvoorbeeld, je hebt met iemand afgesproken op een bepaald uur, op een bepaalde plaats en die persoon die komt niet opdagen. En die verwittigt jou ook niet. Dan heb je een situatie voor van, ah, ik heb met iemand afgesproken, potverdorie, die laat mij hier nu zitten, die laat mij in de steek, waarom komt die nu niet opdagen? Als je vanuit dader-slachtoffer gaat reageren, dan kan het zijn dat jij je genegeerd voelt, niet belangrijk voelt, in de steek gelaten voelt, allerlei andere zaken, gekwetst voelt. En als jij vanuit die beleving, die pijn, gaat reageren op de ander, dan ga je vanuit jouw slachtoffer zijnde, slachtoffer voelen, als dader terugreageren. En ga je de ander ook bestempelen als een dader? Want dan ga je zeggen: zeg, je hebt gezegd dat je kwam en je komt niet. En wat zei jij nu voor iemand? En dat hoort niet. En je gaat eigenlijk de ander allerlei verwijten toeslingeren. Dat is iets dat in de samenleving dagdagelijks continu voorkomt in allerhande contexten. Jij hebt iets gedaan. Het is uw schuld. Ja? En mensen blijven daarin vasthangen. En heel vaak gaat dat escaleren. Ja, maar in die koning. En ja, maar in jij. En vorige keer heb jij dit. En toen heb jij dat. En mensen gaan beginnen bekvechten. Ja? Maar eigenlijk komt er geen stap vooruit. Wat is er nu interessant aan heel die dader-slachtofferdynamiek? Als zich een situatie voordoet, zoals in het voorbeeld dat ik gaf, en iemand komt op de bepaalde afspraak niet opdagen, is het wel interessant om te voelen, wat doet dat nu met mij? Dus je hebt een beleving, een gebeurtenis in de buitenwereld die invloed heeft op jouw binnenwereld, op jouw beleving. En daar gaat het om. Wat doet dat met jou? En dat is o serieus te nemen, want daar zitten eigenlijk jouw pijnstukken. Ik voel mij in de steek gelaten. De ander vindt mij minder waard, want die komt niet opdagen. Ik ben niet belangrijk. Ik ben weer niet goed genoeg. Ze vergeten mij. Ja? Dat zijn allerhande invullingen die je eraan kan geven. Maar het is belangrijk welke invulling heb jij. En dan, in plaats van daar terug naar de buitenwereld op te reageren vanuit wat jij op dat moment beleeft, is het de uitnodiging om in jouzelf te gaan reageren. Ah, ik voel mij buitengesloten. Ah, ik voel mij precies genegeerd. En dan jouw eigen verantwoordelijkheid hierin op te nemen. Blijf je daarin zitten? En spreek je opnieuw met die persoon af en gebeurt dat opnieuw, dan blijf je in een soort slachtofferschap zitten. Jij blijft slachtoffer en je blijft die ander ook als dader zien en jullie houden die dynamiek in stand. Maar als je bij jezelf gaat reflecteren van wat gebeurt er hier nu met mij, hoe voel ik mij
En je gaat je verantwoordelijkheid opnemen in, ja, maar wil ik dat? Wil ik mij zo laten behandelen? Wat ga ik hierom doen? En dan kan het zijn dat je vanuit een hele andere manier gaat reageren of communiceren. Want dan is het vaak geen reactie meer, maar omdat er reflectie is geweest, ga je een bepaalde respons bieden, maar een bewuste respons, een bewuste reactie. En dan kan het zijn dat je die persoon bijvoorbeeld daarop gaat aanspreken, van kijk, ik vind dat niet fijn als wij afspreken en jij komt niet opdagen, dan voel ik mij genegeerd of ik voel me dan onbelangrijk. En dat is jouw stuk. Ik wil niet zeggen dat die ander jou niet belangrijk vindt, dat is hoe dat jij je voelt. Dus je kan wel communiceren hoe dat jij je voelt, wat de situatie met jou doet en hoe je dat in de toekomst zou willen. Je kan bijvoorbeeld aangeven, van, ja, kan jij niet komen, laat mij dan iets weten. Dan verwacht ik een bericht van jou. Ik zou dat fijn vinden. Kan je mij volgende keer verwittigen? Heel belangrijk daarin is om jouw eigen grenzen en jouw eigen behoeftes daarin te erkennen. Want stel dat dat een persoon is die door omstandigheden, eigen issues, manier van in het leven staan, dat niet kan waarmaken, dan is het aan jou. Wat doe jij daarmee? Blijf jij met die persoon afspreken, wetende dat die jou verzoek niet kan invullen, dat hij niet kan voldoen aan jouw verwachtingen of jouw verlangens? Of ga je dan voor jezelf kiezen en zeggen van kijk, voor mij is dat belangrijk als ik met iemand afspreek, dat die persoon de afspraak nakomt of mij tenminste verwittigt? Dan is het aan jou om voor jezelf te kiezen en bijvoorbeeld niet meer met die persoon af te spreken, maar met andere mensen verder te gaan. Ja? Kun je al voelen wat er gebeurt? Ah, ik kies hier niet meer voor. Ik ga met andere mensen afspreken. Dan kan het zijn dat deze in de slachtofferrol gaat. Hé, jij wilt mij niet meer afspreken. Hé, wat is er nu met u? En waarom niet? En ben ik niet goed genoeg? En trrrt. En dan krijg je dus de omgekeerde wereld. En dan is het weer aan die persoon om na te gaan. Wat gebeurt er nu met mij? Wat voel ik nu? Wat zou dit kunnen zeggen? Maar het gaat erom, wanneer stap je uit de drama-driehoek van daderschap, slachtofferschap, dat is door wat er jou overkomt te gaan voelen, niet op de ander te gaan projecteren, maar er zelf reflectie op te doen. Want het is jouw persoonlijke verhaal. Het is jouw persoonlijke beleving. En de ander is niet verantwoordelijk voor hoe jij jou voelt in een situatie. De ander, door hoe dat de ander zich gedraagt, kan een aanleiding zijn, dat kan iets triggeren in jou, waardoor jij je op een bepaalde manier onbegrepen, onbelangrijk, gekwetst voelt. Maar dat is niet de fout of de schuld van de ander. De ander creëert mee een situatie die dat bij jou oproept. Maar die kan dat alleen bij jou oproepen als dat in jouw traumarugzakje zit. Als dat niet in jouw traumarugzak zit, ga jou dat niet triggeren. Dan gaat dat geen felle reactie uitlokken. Ja? En zo kan je door iedere keer wanneer je iets op je pad krijgt dat jou triggert, waar je lastig van wordt, waar je voelt, ik word vurig, ik ga er hevig op reageren, of ik doe shutdown, dat kan natuurlijk ook, dat je helemaal dichtklapt. Dat is een triggerreactie, een traumareactie. En dan kan je gaan zoeken van oké, hoe voel ik mij en wat in mezelf neem ik niet au sérieux? Welke grenzen respecteer ik niet van mezelf? Welke behoeftes negeer ik of ga ik aan voorbij? En dan ontwikkel je eigenlijk, wat ze binnen de EOPT de zelfliefde noemen, je gaat je eigen op de eerste plaats zetten. Je gaat voelen en onderzoeken en ontdekken, wat is voor mij belangrijk? En daar zelf gehoor aan geven. Dat zelf respecteren. En door dat zelf te gaan respecteren, ga je ook de buitenwereld helemaal anders creëren. Want dan laat je je niet meer in met mensen die constant op je tenen trappen. Dan ga je met andere mensen omgaan die misschien wel op een manier met jou omgaan of communiceren zoals dat bij jou past. En dan is er veel meer harmonie, veel meer liefde, veel meer vreugde. Ja? Nu, heel interessant. Om uit die dader-slachtoffer-dynamiek te geraken, vind ik het boekje van Don Miguel Ruiz, De Vier Inzichten. Ondertussen al het vijfde inzicht. Nu zie je dat wel in spiegelbeeld, dat heeft ook andere covers. Dat is een klein boekje
waar een paar wijsheden in staan van de Tolteken. Dat is een bepaalde bevolkingsgroep. Vraagt me niet meer waar het die zich situeren. Ik dacht ergens Midden-Amerika, ik ben niet meer zeker. Maar die heeft het over vier belangrijke inzichten. Ik ga ze even kort opnoemen, omdat je dan al een idee kan hebben waarover het gaat. Het eerste inzicht is, wees onberispelijk in jouw woorden. En dat wil zeggen dat als je feedback geeft of als je met mensen in communicatie gaat, om daar niet direct oordelend naartoe te gaan, niet met het vingertje wijzen. Ze zeggen dat soms, hè, ene vinger wijst naar de ander en drie wijzen dan naar jouzelf. Dus niet veroordelend spreken over de ander of naar de ander toe, maar vanuit de ik-boodschap. Ik voel mij zo. Dit gebeurt er en dat heeft dat effect op mij. Tweede inzicht is, vat niets persoonlijk op. En dat is wat ik er juist zei. Er is een bepaalde situatie. Iemand komt niet opdagen op de afspraak. Jij voelt jou dan op een bepaalde manier. Niet gehoord, niet gezien, niet begrepen, onbelangrijk, gekwetst, maar op. Dat is daarom niet wat die andere persoon daarmee beoogde. Dat is niet de boodschap die die per se wil meegeven, dat is jouw eigen invulling. Dus niks persoonlijks opvatten wil zeggen, je kan vaststellen, die persoon komt niet opdagen, maar dat heeft niks met mij te maken. Dat heeft met die persoon haar leven te maken. En als je dat kan loskoppelen, komt er heel veel bevrijding. En dan ga je zelf ook minder projecteren. Dan ga je zelf minder vanuit de actie die hier gebeurt, dus direct reageren vanuit jouw onderdrukte traumagevoelens. Dat is een hele belangrijke, vat niets persoonlijk op. En de derde, nog zo'n belangrijke, ga niet uit van veronderstellingen. Niet op voorhand al een verwachtingspatroon hebben dat je al gaat invullen hoe dat ander gaat reageren. In het voorbeeld dat ik gaf, ik ben iemand, als ik mijn afspraak niet kan nakomen of ik ga te laat komen, ik verwittig. En ik vind dat een vorm van beleefdheid, daar ligt mijn norm, zo ga ik graag met mensen om. Maar dat wil niet zeggen dat andere mensen ook op die manier zijn ingesteld. Dus ik zou mezelf misleiden door te denken, een ander gaat dat ook doen. Nee, dat weet ik niet. Mensen die ik goed ken, vrienden die ik ken, dat weet ik. Ja, die komen sowieso al te laat, want dat weet ik. Of die verwittigen. Met nieuwe mensen, ik moet daar niet van uitgaan dat die hetzelfde gaan doen als de mensen die ik wel ken. Nee, ik weet dat niet, ik ken die persoon niet. En als die te laat komen of die verwittigen niet, dat heeft niks met mij te maken. Dat kan. Dat kan dat dat iets met mij te maken heeft, maar dan is dat in hun beleving iets met mij. En dan is hun opvatting, hun perceptie over mij. Dus eigenlijk heeft dat nog altijd niks met mij te maken. En nu zit ik al een laag dieper, hè. Ik ga misschien wat te ver. Ja? Dus niet uitgaan van veronderstellingen. En dan het vierde inzicht is, doe altijd je best. Doe altijd je best heeft bij mij ooit teweeggebracht dat als ik in een moeilijke situatie terecht was gekomen, in plaats van het dan op zijn beloop te laten en het maar te laten uiteen, om dan toch die actie op te nemen, toch mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld, de persoon komt niet opdagen, dan toch de communicatie toe van, hey, ik vind dat niet fijn. Ik zou graag hebben als het zich nog eens voordoet dat je mij verwittigt. Dat is een actie ondernemen. Of zeggen, ja, ik had die afspraak nodig om iets bepaald te realiseren, is die doorgegaan, een andere actie ondernemen. Met iemand anders afspreken om dat alsnog in orde te krijgen. Dus doe altijd je best. Ja, eigenlijk voor jezelf, hè. Daar gaat het om, je best doen voor jezelf. Het is niet voor de ander dat je dat doet, maar het is uit zelfrespect. Het vijfde inzicht dat Roes daar heeft aan toegevoegd is, wees kritisch, maar leer te luisteren. Dat wil ook zeggen, zo interpreteer ik dat toch, dat je niet zomaar alles klakkeloos blindelings gaat aannemen voor waar. Want ieder heeft zijn eigen beleving en uw eigen beleving is voor uzelf altijd waar. Dus je mag respect hebben voor elkaars waarheid, voor elkaars beleving. Dus je mag kritisch zijn van, voor mij klopt dit niet, maar voor jou wel. Dus durf ook te luisteren, leer te luisteren. Leer te luisteren, want het zegt heel veel over de beleving van de andere persoon. Daardoor leer je mensen ook kennen. Dus als je het niet persoonlijk opvatbaar kan zien, dit is zijn of haar verhaal, zijn of haar waarheid,
kom je heel veel te weten over hoe denkt iemand, hoe voelt iemand, wat zijn die gevoelige punten. Je moet dat niet, hè? Maar dat helpt soms om dingen beter te kaderen voor jezelf. Ook om dingen niet persoonlijk op te vatten. Ja? Wees kritisch, dus je moet niet alles aannemen wat een ander zegt. Leer te luisteren om ze beter te leren kennen, maar ook om te voelen wat triggert jou. Wat heeft jou nog iets te vertellen waar je zelf weer mee verder kan? Ja? Dus in dat boekje, het is eigenlijk een vrij dun boekje, een klein boekje. Daar staan die 5 inzichten ondertussen uitgelegd. Mij heeft dat enorm geholpen destijds om uit de dader-slachtofferdynamiek te geraken. En daar grijp ik soms nog terug naar. En dan zou ik voor af te sluiten van deze video misschien gewoon nog 1 concreet voorbeeld willen geven, dat misschien ook nog wat helderder kan maken. Ik heb ooit een afspraak gemaakt bij een kapper. Ik ben iemand, ik ga eigenlijk zelden naar een kapper. Maar ik wou mezelf voor mijn verjaardag eens verwennen. En ik had een afspraak gemaakt bij een kapper. En ik had een afspraak gemaakt online. Dus ik kon een afspraak maken. Dan kon je eigenlijk kiezen wat voor soort behandeling, knipbeurt dat je dan eigenlijk wou. Knippen, kleuren, brosje. Ik kon dat allemaal zoals op een menukaart kiezen. En er stond dan de prijs bij hoeveel mij dat zou kosten. Dus ik maak die afspraak, rekening houdend met mijn budget. Ik zat krap bij kas, dus ik moest een beetje kijken wat ik mezelf ging permitteren. Ik maak die afspraak, ik ga daar naartoe. Oké, ze beginnen eraan. Je kent dat wel, aan de wastafel, ze wassen je haar. En dan vragen ze, oh, maar ja, je hebt zo'n droog haar. Is dat oké dat ik daar iets hydraterends op doe? Ik dacht, ja, het is toch mijn verjaardag, waarom niet? Ik wist toen al uit een vorige ervaring, ja, 9 kansen van de 10 gaan ze mij er wel iets extra voor aanrekenen. Hè. Mensen doen dat niet zomaar verniet. Maar ik ging wel van een veronderstelling vanuit, want ik dacht, dat zal misschien 10, maximum 15 euro extra zijn en dat is dan al veel. Maar ja, dat kan er wel af. Hup, kniebeurt wordt verder gedaan, alles helemaal in orde. Na de kapbeurt ga ik afrekenen. Krijg ik daar een rekening gepresenteerd die, hou u vast, gewoon het dubbele was van wat ik online geboekt had. Het dubbele. Dus ik ging helemaal van mijn melk. Ik vond mij zo onrechtvaardig onterecht behandeld. Dus ik ben naar huis gereden, eigenlijk in traumamodus. Want op het moment dat ik die rekening kreeg, heb ik niet aan die kapster kunnen zeggen, ho, hoe komt dat dat nu zo duur is? Van waar komen die extra kosten? Ik ben gewoon helemaal in vries- en overlevingsmodus gegaan. Ik ben naar huis gereden en ik ben heel kwaad geweest. En dan dat gaan verwerken. En dan uiteindelijk heb ik wel naar die persoon een beleefde mail gestuurd om te zeggen van kijk, dat heeft zich voorgedaan. En zo heb ik mij erbij gevoeld. Kan u dat even kaderen? Hoe komt het dat dat nu het dubbele van de prijs was? En dan heeft hij daar uitleg over gegeven. En dan kon ik begrijpen, oké, dat zit zo. Maar ik heb wel geleerd, ja, dat is eigenlijk... Ik had een bepaalde verwachting. Maar dat werd nooit... Dat is niet besproken geweest. Ik heb dat niet uitgedrukt. Ik heb er ook geen vragen over gesteld. Wat gaat die hydratatie extra kosten? Natuurlijk niet. Want ik ging er al vanuit, dat zou wel zo of zo zijn. Ja. En dan word ik eigenlijk slachtoffer... En zie ik die kapster als dader, maar die heeft nooit die bedoelingen gehad. Eigenlijk is die, op zich is die correct geweest, dat stond ook allemaal op die website. Maar natuurlijk, als je aan de wastafel zit, ga je niet de website raadplegen om te kijken hoeveel extra gaat me dat kosten. Ik had dat toen ook gewoon kunnen vragen. Ja, maar ik vraagde niet, omdat ik nog met issues zit van zo'n dingen, vraagde niet. Dus het is voor mij interessant dan geweest om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En dat ook niet persoonlijk op te vatten dat die kwade bedoelingen had met mij van die dingen. Dat heb ik ook wel niet gedacht. Maar kom. Ja, dus in gewone dagdagelijkse situaties kom je eigenlijk die dader-slachtofferdynamiek heel snel tegen. En de uitnodiging is dan voelen wat je voelt. Dat ook serieus te nemen, want dat zijn jouw gevoelens, dus dat je jezelf respecteert. En in plaats van de ander dan te gaan verwijten voor hoe dat jij je voelt, gaan kijken, oké. Hoe kan ik voor mezelf zorgen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mij in gelijkaardige situaties niet meer zo ga voelen? Of hoe kan ik voorkomen dat ik nog in zo'n gelijkaardige situaties terechtkom?
Hoe kan ik daarop anticiperen? En zo leer je jezelf beter kennen en zo creëer je eigenlijk een fijnere wereld voor jezelf. Voilà. En de volgende video zal dan gaan over het riddersyndroom en de drama driehoek, maar dan met de drie pilaren. Tot de volgende!